Die stond er nog. Goede voorzet. Ah, goed gedaan door die doelman. Met lef gekiept. De invaller doelman van Dordrecht. Berksen. Nou, van Kippersluis. Van Kippersluis. Oh, 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 oh. Ja. Menno, gefeliciteerd met je contract bij FC Eindhoven. Van waar deze keuze? Dankjewel allereerst. Hele mooie club. Ik heb heel veel zin om hier te gaan beginnen. Eindhoven staat goed bekend bij mij en sportief gezien ziet het er allemaal goed uit. Dus leuk. Wat kan je vertellen over je achtergrond als keeper? Alles is begonnen bij SO in Oud-Beierland, een klein dorpje. En van daaruit ging ik naar Sparta. Sparta Rotterdam. Daar heb ik 6 jaar in de jeugd gevoetbald, gekiept dan. En van daaruit ben ik naar FC Dordrecht gegaan. Daar heb ik mijn debuut gemaakt en nu ben ik bij Eindhoven uitgekomen. De kijkers zullen waarschijnlijk je debuut nog wel herinneren. Was in de play-offs. Kan je daar iets over vertellen? Ja, klopt ja. Daar heb ik inderdaad mijn debuut in gemaakt. Dat was tegen Cambuur uit. Het was een belangrijke wedstrijd wel voor ons. Het was eigenlijk niet, we hadden het niet verwacht dat we nog door zouden gaan, maar het was toch uiteindelijk een wonder. En toen heb ik mijn debuut gemaakt, zoals je zegt, heel goed. Hoe is deze transfer tot stand gekomen? Na mijn debuut was eigenlijk de vraag of ik bij Dordrecht zou blijven of dat ik ergens anders naartoe zou gaan. En mijn keuze is gevallen op Eindhoven en ik ben er heel blij mee. Wat zijn je doelstellingen bij de club? Je hebt voor 2 jaar getekend? Ja, ik heb inderdaad voor 2 jaar getekend. Ik wil zo goed mogelijk mijn best doen hier ontwikkelen en ik hoop hier eerste keeper te worden uiteindelijk.